En superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Carlijn Tjoekes en ik leer jullie alles over bloemschikking. En elke zaterdag komt er een nieuwe video online. Wil je nou niks missen? Abonneer vast op dit YouTube kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke filmpjes die ik maak. En doe alvast een duimpje omhoog als je er zin in hebt. Dan gaan we aan de slag. Wil je nu graag meedoen bij deze les? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waarbij je alle materialen kan bestellen. Lekker makkelijk in één pakket en dan kun je gewoon meedoen. We gaan vandaag aan de slag met mooie houtschijven. Hiertussen gaan we een mooi bloemstuk maken. Superleuk, mooi natuurlijk. Dus ik ga jullie vertellen hoe we dat vandaag gaan doen. Wat we als eerste gaan doen om alles natuurlijk verantwoord te verwerken, is een onderschaatje bevestigen op het plankje hout. Dit doe ik gewoon met een warme lijm, dus met een lijmpistool. Hierop kunnen we straks de oase verwerken. Zo blijft de oase ook goed nat. Maar ook je plank krijgt geen kringen. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Als je de oase alleen zo gaat verwerken, krijg je hele lelijke groene kringen op je hout. Dat wil je natuurlijk niet. Dus we verwerken daar. En ook op het andere plankje doen we hetzelfde. Let wel op dat je ze een beetje in het midden hebt. Dus dat je het een beetje op elkaar aanpast. Zodat straks de oase er mooi tussen valt en je daar tussen de bloemen kan gaan verwerken. Zo, dat heb ik al even gedaan. En wat we dan nu gaan doen is het bloemtaartje bevestigen in de oase. Die past er precies in. En straks gaan we deze dan weer bovenop bevestigen. Maar omdat het makkelijker is om eerst zo te werken, gaan we eerst zo verwerken en daarna zetten we hem op en kijken we of we nog wat bij moeten verwerken. Ik begin met wit gipskruid. En het is belangrijk dat je ongeveer tot de rand werkt, want dat geeft juist een heel mooi effect. Dus dat je zo lang verwerkt dat hij tot de rand komt. Je houtstronk is natuurlijk niet helemaal rond. Maar dat geeft juist ook een heel leuk effect. Zo, dat heb ik dus een beetje verdeeld. En dan kijk ik eventjes of het allemaal nog goed gaat als ik de oase erop zet. Nou, dat komt dus helemaal goed. Dan ga ik nu verder met het volgende bloemetje. Daarvoor gebruik ik deze prachtige roze roos. Ook let hierbij op dat je weer ongeveer tot de rand werkt. Wel goed schuin aansnijden, dat is altijd belangrijk. Ik steek hem er dus nu helemaal diep in. En daartussen verwerk ik mooie roze lysianthus. Als je nou afvraagt of de onderkant wel net zo mooi vol wordt als waar je nu bovenop verwerkt, zou je hem even eraf kunnen halen. En voorzichtig om kunnen draaien. En dan ga je dan op dezelfde manier verder. Zoals je ziet wordt hij echt al prachtig. En dan gaan we de laatste stukjes opvullen. Ook zul je zien dat je nog een klein beetje je waterschaaltje kunt zien. Dat gaan we wegwerken met een beetje Tilantia. Kijk dus goed vanaf de zijkant of je nog gaatjes hebt. We vullen de gaatjes op met een beetje Tilantia.
Je bent echt maar een heel klein beetje nodig om even die verbinding te maken met je hout. Nou, ik vind dit echt een topper. En juist het stoere van het hout in combinatie met een roosje en het gips geeft echt een heel leuk effect. Je kan natuurlijk in elk gewenste kleur maken wat jij maar leuk vindt. En wil je dit nou opmaken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je de materialen kan bestellen. Als compleet cursuspakket, dus ideaal. En vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Laat een reactie achter als je zelf ideeën hebt wat je graag wilt zien waarover ik een video maak. En wie weet behandel ik het dan. En dan zien we de volgende keer weer. En abonneer natuurlijk gratis op dit YouTube kanaal. Want dan blijf je op de hoogte van alle leuke filmpjes die ik maak. En dan mis je natuurlijk niks. Tot de volgende keer. Doei!